Welkom bij Bolenius. We gaan vandaag een van onze nieuwste tafelbereidingen laten zien. Het is een item wat we altijd veel in ons restaurant doen. En vandaag gaat dat de worteltartaar worden. Dit is een gerecht afgeleid van de worteltartaar van 11 Madison Park. Een locatie waar een oud collega die bij ons 2 jaar heeft gewerkt, Claire Fey, is gaan werken. En zij vond dat gerecht zo'n mooi gerecht, dat heeft zij mee naar Nederland genomen. Om aan Luc te laten zien. En Luc zei meteen van, wauw, wat een gaaf gerecht. Hier gaan we onze eigen versie van maken. De worteltartaar, dat is voor ons echt het mooiste voorbeeld dat we met groenten omgaan. Zoals eigenlijk voorheen veel met vis en vlees gedaan werd. Op deze manier krijgt de groente echt een mooi podium in een restaurant. Zoals u ziet halen we de wortels nu door de molen heen. Deze wortelen die hebben we eerst 24 uur gepekeld voordat we ze gaan serveren. Dat is hem en nu kunt u zelf naar eigen smaak de condimenten toevoegen. Dit is een wortelpasta. Die raden we aan om geheel door de worteltartaar te doen. We hebben een eidooier op Amsterdam zuur gelegd. Mosterdzaad. We hebben een mosterd gemaakt van groene kruiden. Verse shallot. Groene kruiden uit de moestuin. En zwarte peper. Die laatste kun je eigen smaak toevoegen. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.